De hele provincie loopt weer leeg, want jawel, het is weer tijd voor de huishoudbeurs. Er is bijna niets meer gratis, maar hoe dat nou komt? Er is een land waar vrouwen willen wonen. Waar vrouwen zijn niet betekend, tweederangs en bang en klein. Waar vrouwen niet om mannen concurreren, maar zusters en... Wat is er dan zo leuk aan de huishoudbeurs? Ik weet het niet. Gewoon lekker shoppen met je familie. Lekker lachen en gieren. Je bent een dag, je bent een trein mee en zo. Ja. Je bent er een keer weg, hè? Ja, want je bent nooit zo vaak weg. Want ik ben al 88 dus. Ja, 88? Ja, ja. Potverdikkie. Ik vind het heel gezellig met de mensen allemaal. Leuke mensen allemaal. Vind ik wel gezellig. En u bent een beetje doof. Ja. Doof bent u. Doof. Ja, doof. Okay. Ja. Nou, dank u wel. Ik heb wel een hoorapparaat, maar... Maar dat werkt voor geen meter. Nee. Het is wel een stuk minder dan vroeger, hoor. Wat is er minder? Gratis spulletjes. Ze zijn hartstikke krenterig hier. Niks te eten, ze geven niks mee. Ik vind er niks aan, want we krijgen hier niks meer. We moeten alles kopen. Ze zeiden alles is voor niks, maar er is niks meer voor niks. Is er niks meer voor niks? Ik heb al drie keer gepint. Hoe denkt u dat het komt? Crisis. Crisis. Het zal toch wel wat met de crisis te maken hebben. Crisis? Als het geen crisis was, had u niet zoveel gekocht. Dat wilt u zeggen. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar, hè? Ik verbaas mij een beetje. Waarom? Nou, dat Defensie is niet het eerste waar ik aan denk als ik op de vrouwenhuishoudbeurs loop. Nee, dat klopt inderdaad. Want vrouwen bij Defensie, dat lijkt me niet de hoofdmoot. Nee, maar ook die hebben we nodig. Ja, die moet iemand koken. Ja.